Goedemorgen weer. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag heb ik een bijzondere video, vind ik zelf. Ik heb namelijk vorige week al Tiny House Challenge gedaan. Of in ieder geval, die heb ik opgenomen. De gameplay. En ik had nog geen goede reden om hem te delen. Maar nu vond ik het wel leuk om hem te delen. Zodat jullie aan het begin van jullie dinsdag gewoon een leuke Tiny House Challenge hebben. Wat de Tiny House Challenge precies inhoudt, dat betekent... Ik ga het even erbij pakken. Huis moet op een 20x15 kavel gemaakt worden. Je mag maximaal 1800 simdollars uitgeven. Mods zijn niet toegestaan, want die zijn soms gratis. Dus dan zou je kunnen cheaten met... met je geld. En dat mag dus niet. Dus geen mods. Ik heb overigens sowieso bijna nooit mods aanstaan in The Sims. Je mag 25 taals mag het huis maximaal zijn. Dus 25 hokjes per level. En dan mag het niet maximaal 3 levels zijn. Overigens mag je wel buiten wat bomen neerzetten. Dat telt niet mee. You could build a basement and additional... Dus je mag naar beneden een kelder maken of naar boven. Als je maar niet meer dan 75 taals in totaal doet. Dat heb ik niet gedaan. En staircase can be placed inside the house or outside. Dus je mag een trap binnen of buiten het huis. Dat maakt niet uit. En alle binnen meubels moeten ook binnen staan. Behalve dining, die mag eventueel buiten. Dat zijn eigenlijk de regels. Dus laten we gewoon beginnen. Het is een beetje een versnelde versie van hoe ik een huis bouw. Met een leuk deuntje erachter. Ik vond het best wel lastig. Maar ik zou zeggen, enjoy. Thank you.
En dat is mijn tiny house. Ik ben echt zeer tevreden met het eindresultaat. Ik vind hem heel mooi geworden. Dit is de eerste keer dat ik dit doe. Dus vond je dit nou leuk? Laat het me zeker even weten. Het huis is trouwens te downloaden uit de gallery. Je kunt zoeken op Mattia TV. Dat is mijn origin naam. En daarin sla ik wel vaker huizen op. Heel af en toe ook gezinnen, maar vaak niet. Vaak huizen. Dus wil jij dit huis zelf spelen? Of mijn huis, want ik heb mijn huis hier ook nagemaakt. Dan kun je hem vinden in de gallery. Dus laat het me ook vooral weten als jij mijn huis gaat downloaden. Want ik ben wel heel benieuwd hoe jullie ermee omgaan met het huis. Voor nu wil ik jullie bedanken. Oh wacht, ik heb trouwens alleen maar de packs gebruikt. De basis game pack en de tiny house pack. Dus je hoeft alleen maar die twee te hebben om in dit huis te kunnen leven. Mocht je nou een andere leuke Sims challenge met bouwen iets anders, laat het me vooral weten, want ik vind het wel leuk om dit soort video's vaker te maken. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Geef het natuurlijk een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie morgen om 9 uur bij een nieuwe video. En blijf binnen en verspreid liefde. Digitale liefde. Tot ziens!